Minister van Financiën Vincent van Petegem zegt dat de miljonairstax onmogelijk is. Maar dat is natuurlijk echt absurd. En waar haalt hij het om dat te beweren? C'est très facile pour ces gens pour vraiment seulement dire oké, okay, pour bouger, transférer leur fortune à l'étranger d'un jour à un autre pendant la nuit. En ik moet dat geloven dat al die rijken 's nachts wegsluipen omdat ze godekes 2% tax op hun fortuin moeten betalen. Het klopt trouwens ook echt niet, want die 4,7 miljard opbrengst die het planbureau berekende, die houdt al rekening met alle mogelijke vorming van belastingontduiking en belastingontwijking. En dus zegt het planbureau, de kapitaalvlucht is echt beperkt. En ja, natuurlijk, we gaan de strijd tegen de fiscale fraude wel wat moeten opdrijven. Dat spreekt voor zich. En misschien kunnen we, minister Van Petegem, wel wat minder controleurs naar die langdurig zieken sturen en wat meer controleurs naar die grote fiscale fraudeurs. Notre taxe sur le compte-titre, c'est un impôt sur la fortune. Daar zijn ze weer, Vivaldi, met hun effectentax die een zogenaamde vermogensbelasting is. Alleen, en dat weten ze zelf heel goed, dat is geen vermogensbelasting. En waarom niet? Omdat de effectentax een tax is op effectenrekeningen. En de grootste miljonairs die hebben hun fortuin niet op een effectenrekening staan, maar op aandelen op naam. En die betalen dus geen effectentax. In plaats van een effectentax is het dus een effectloze tax. En dat weet de regering des te meer. Certains partis, bien sûr, aujourd'hui prétendent que cela est faire une tax sur les riches avec un claquant de doigts, mais c'est pas possible. C'est très difficile. Ja, maar die nieuwe studie van het planbureau die bewijst net wel dat het gaat om 4,7 miljard euro te gaan halen. En natuurlijk, als je bankgeheim opheft, dan wordt het nog makkelijker. En even natuurlijk, als je een vermogenskadaster instelt, dan wordt het ook makkelijker. De miljonairstax, kortom, is een kwestie van durven. Durven het geld halen waar het echt zit. On met quelque chose sur la table, une feuille de route pour la réforme fiscale. Ja, feuille de route. We hebben nu 4 jaar Vivaldi-regering en die regering heeft bij het begin aangekondigd dat ze een grote fiscale hervorming zou voorbereiden die fiscaal rechtvaardig zou zijn. Maar we zijn nu 4 jaar later en er is echt niks van in huis gekomen. Het is allemaal makkelijk geweest om bijvoorbeeld de accijnzen op energie naar boven te brengen. Maar als we dan spreken om de vermogensbelasting, dan is het plots heel, heel difficil allemaal. Dat is Vivaldi in de notendop. Vind jij ook dat het hoog tijd is dat de allergrootste vermogens eindelijk meer belastingen betalen?